sta hier voor de Starbucks in de UB. Deze gaat over 3 dagen open. Ik heb gehoord dat er best wel wat commotie is over de prijs van Starbucks. Of mensen het nou echt lekker vinden en of mensen het gaan kopen. Wij gaan vandaag verschillende studenten vragen om hun mening en kijken wat zij ervan vinden. Gaan jullie koffie bij de Starbucks halen? Nee. En waarom niet? Te duur. Ja, ik vind zonde dat hij daar boven weg gaat. Dan kun je 4 koffies halen voor 1 Starbucks koffie. Dus dat is heel duidelijk. Ga jij koffie halen bij de nieuwe Starbucks? Nee, dat ga ik niet doen. En waarom niet? Dan ben ik toch wel iets aan de dure kant. Ja, goed toch? Kopje koffie voor heel duur. Ben je nou serieus? Nee, ik vind het geen goed idee. Het is denk ik een openbare plek en dan moet je hier commercieel gaan doen met een Starbucks. Ga jij koffie halen bij de Starbucks als die open is? Ja, zeker. Ja, vertel waarom. Oh, ja, hartstikke lekker joh, maar mijn mond een beetje vol. Koffie wel lekker. Dus jij gaat binnenkort wel naar de Starbucks? Ja, absoluut. Maar niet elke week, want daar is het duur voor. Ik denk dat op het moment 3 mensen positief waren en de rest allemaal tegen. Ik zie steeds die deur opengaan, maar toch wil niemand met me praten. Dat vind ik wel een beetje apart. Zullen we stiekem even kijken of we naar binnen kunnen kijken? Mag ik 1 ding vragen? Nee? Hoezo wil niemand met mij praten? Beetje geheimzinnig dit. De jongens buiten? We kregen net de tip dat buiten mensen van de Starbucks staan. We gaan kijken of zij ons wat kunnen vertellen over de Starbucks. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel een kopje koffie voor studenten kost. Geen idee. U heeft volgens mij wel een idee. Echt niet? Ik heb net gesproken met mensen die voor de Starbucks aan het werk zijn. Zij willen ons alleen niet te woord staan. Waarom sta jij hier vandaag? Ik sta hier voor Rood Groningen, jong in de SP. En we staan hier om handtekeningen te verzamelen tegen de Starbucks. Omdat heel veel studenten tegen de komst van de Starbucks zijn. En wat doe je dan nu de hele dag? We zijn nu vooral handtekeningen aan het verzamelen op koffiebekertjes. En wat wil je daar dan mee bereiken? We hopen vooral meer zeggenschap te krijgen als studenten. Want de universiteit heeft ons gewoon compleet genegeerd in de beslissing van de Starbucks. En daarom hopen we vooral een breder signaal te geven dat de universiteit naar zijn studenten moet gaan luisteren. Want het is niet oké dat een belastingontwijkende multinational als de Starbucks in een universiteitsgebouw staat. Zoals je hebt kunnen zien zijn de meningen erg verdeeld. Rood Groningen wil liever niet dat er een multinational in de UB komt, maar een lokaal koffiezaakje. De studenten maakt het echter niet zoveel uit wat er komt, als het maar goedkoop is. En als de Starbucks duur is, dan kunnen ze het simpelweg niet betalen. We hebben ook gevraagd of de UB en de Starbucks ons te woord wilden staan. Dit wilden zij helaas niet. Dit is best wel jammer, want nu hebben we nog steeds geen idee hoeveel een kopje koffie kost. Maar ja, daar zullen we wel snel achter komen, want hij gaat over 3 dagen open. Tot volgende week!